Wij van Coffee Discounter hebben een mooie knaller. Dat is namelijk deze De'Longhi Magnifica S. Normaal geprijsd €399. Komt ie, we gaan knallen! €279 voor deze koffiemaker. En deze knaller geldt natuurlijk ook vandaag weer van vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur. Check wel even de voorraadmeter, want op is op. Je kan deze volle automaat natuurlijk gewoon online bestellen. Kom de volgende werkdag bij je thuis afleveren. Of je komt hem hier in de showroom in Naarden nog eventjes bekijken en nog wat advies inwinnen. En bevalt hij dan, kan je hem ook direct meenemen. Weet jij nu al dat de knaller wat voor jou is? Klik dan hieronder. Maar wil je nog wat meer weten? Kijk dan gewoon verder naar onze uitleg. Dit is de De'Longhi Ecam 20110 pianolak zwarte volautomaat. De bediening van deze volautomaat linksboven zetten we hem aan. 1 espresso, 2 espresso, want je kan namelijk 2 kopjes tegelijkertijd zetten. Hiermee bepalen we de sterkte. Aan deze kant is het minimum en zo zetten we hem dus extra sterk. Dan aan de rechterkant in het midden het normale Hollandse kopje koffie voor 1 kopje en voor 2 kopjes tegelijk. Dan rechtsboven heb je de bediening om de stoompijp aan te zetten en hier zit de stoompijp. En dan zet je dan een glaasje in met melk en op die manier kan je melk opschuimen voor de cappuccino. Voor mensen die koffie willen zetten met gemalen koffie, zien we hier in het schepje, zetten we deze helemaal naar beneden. Met het meegeleverde maatschepje kunnen we dan hier het indoseren. En dan kan die koffie zetten. En wil je heet water voor bijvoorbeeld een kopje thee, dan zetten we deze helemaal onder links. En je ziet het, dan geeft hij heet water. En dit wordt uiteraard ook vaak gebruikt om bijvoorbeeld je kopje eventjes warm te maken, zodat je kopje koffie ook lekker warm blijft. De uitloop is ook in hoogte verstelbaar, helemaal naar beneden voor die espresso. En voor die grotere mok kan je hem omhoog zetten. En op die manier kun je ook een grote bak zetten. Laten we eens even kijken wat voor espresso eruit komt. Ik hou van lekker sterk. En hij maakt een mooie espresso met een hele keurige crème laag. De bonenreservoir bovenop de volautomaat heeft een inhoud van 200 gram. Daar zit ook de maalschijf op. Draai hem wel terwijl je koffie aan het maken bent, zodat de maalschijf niet beschadigd wordt. En als je hem helemaal naar links draait, wordt hij fijn. Helemaal naar rechts wordt hij grover. Aan de rechtervoorkant zit het waterreservoir met een inhoud van 2 liter. Hartstikke handig ook voor onder het aanrecht, zodat je hem niet van bovenaf hoeft te halen. En genoeg om tenminste veel kopjes koffie mee te zetten. Achter de waterbak zit de zetgroep. Wil je die eruit halen, zorg wel dat het apparaat uitstaat, want anders kan je hem er niet eens uithalen. Deze twee indrukken, eventjes onder de lauwe kraan afspoelen en even uitschudden en weer keurig droog er terug in te zetten. En dit adviseren wij 1 keer in de week. De lekbak en het bakje voor de cookies, die schuif je aan de voorkant eruit. Je moet wel de cookiebakje eraf halen voordat je het kapje van de lekbak af kan halen. Doe dit op het moment dat het lampje gaat branden. Dan de maten van deze De'Longhi. Hij is mooi smal. Hij is namelijk maar 23 centimeter breed. Hij is 42 centimeter diep. En hij is 35 centimeter hoog. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina. Ja, ik denk dat het een heel wijs product is. Ik zeg gewoon erop klikken.